Welkom bij een Follow the Money video, waarin wij zien dat Anita in de eerste opdracht 15 euro heeft gewonnen. En Klaas, en eigenlijk heeft iedereen er 15 euro gewonnen omdat het een groepsopdracht was. De eerste opdracht is natuurlijk niet van toepassing, want daar hebben ze alleen vrijstellingen verdiend. In de derde opdracht zijn er 6 mensen die geld hebben verdiend. En er is dan 20 euro verdiend in totaal. Dus 20 delen door 3,33 maakt. Dat maakt dan 3,33 euro per persoon ongeveer. En dat betekent als we nu gaan kijken dat inderdaad de kandidaten die in opdracht 3 hun geld hebben binnengehaald, eigenlijk het meeste geld hebben opgehaald. En voor de rest is er nog niet heel veel te zeggen hierover.